Sanne, Kim, Dua en Naara. En wij zijn Dandelion DNA. Hoe heet jullie bedrijf? You already know. Wat verkochten jullie? We maakten vlogs / video's om bedrijven te promoten of bekend te maken onder de jongere doelgroep. Hoe hebben jullie promotie gemaakt? Wij hebben promotie gemaakt via de Facebook van David Change, de Instagram van David Change, onze eigen video's, de Facebook van de Rabobank en onze eigen Instagram. Geef even een like. Hoeveel winst hebben jullie gemaakt? 500 euro. Wat vonden jullie van de David Change actie? We vonden het leuk om een eigen bedrijfje op te starten en nieuwe ervaringen op te doen als een ondernemer. Wat hebben jullie geleerd van de David Change actie? Wat ging er goed en wat ging er niet goed? Wat er allemaal goed is gegaan is onze pitch. Onze pitch ging zo goed dat de Rabobank meteen een klant van ons is geworden. Wat alleen maar wat minder goed ging, was dat we niet ingeschreven waren in de KVK, waardoor we niet gelijk konden samenwerken met de Rabobank. Maar daar hadden we een oplossing voor gevonden. We zijn heel veel gaan bellen en uiteindelijk is de Rabobank toch een klant van ons geworden. Wat vinden jullie van het goede doel waar jullie winst naartoe gaat? Wij vinden het goed dat al onze winst naar het goede doel gaat, zodat andere mensen er ook van kunnen profiteren. Vertel een leuk verhaaltje over jullie bedrijf. In het begin twijfelden een paar docenten en ouders van ons. Maar uiteindelijk hebben we toch gedaan wat we wilden. En we nailed it, want we zitten in de finale. Dit was onze promotievideo. Ik hoop echt dat je het leuk vindt. Vergeet niet op ons te stemmen, want we hebben hier heel hard aan gewerkt. Doei!